Fons Jacobs, de burgemeester van Helmond, krijgt persoonsbeveiliging omdat hij en zijn gezin met de dood zijn bedreigd. De bedreigingen houden verband met de aanslagen op coffeeshop Carpe Diem, zo bevestigde een woordvoerder van het gemeentebestuur woensdag. Er zou sinds een paar dagen sprake zijn van serieuze bedreigingen. De burgemeester heeft zijn taken voorlopig neergelegd. Wethouder en loco-burgemeester Frans Tiene neemt zijn taken de komende tijd over.